Hallo, ik ben Petra van Precious Angels Solutions. Ik ben manifestatie- en motivatiecoach en ik help jullie, particulieren en ondernemers, bij het manifesteren van je ideeën, je wensen en je dromen. En dit door de kunst van het bewust manifesteren aan te leren, zodat jij het leven kan manifesteren van jouw dromen. Vandaag krijgen jullie van mij weer een nieuwe tarotkaartlegging Wel of Niet doen. Wanneer je met een situatie in je maag zit en je weet niet welke kant je op kan, dan kan deze legging meer duidelijkheid brengen. Dan worden er twee kernkaarten getrokken, waarvan de eerste kaart duidt op de situatie en de tweede kaart duidt op wat de situatie blokkeert. De kaart links van de situatie geeft dan aan wat je beter niet kan doen, en de kaart rechts van de situatie geeft aan wat je beter wel zou kunnen doen, wetende dat jij altijd de creator van je eigen leven bent en dat zulke kaartlegging slechts een leidraad is of een advies dat je al dan niet kan volgen. In dit voorbeeld zal ik als mogelijke vraag behandelen: hoe kan ik mijn relatie verbeteren? En op het vakje de kern of de situatie ligt de grote arcanakaart nummer 0, de dwaas. Grote arcanakaarten gaan over dingen die voor jou heel belangrijk zijn, of het kan een groot geheim zijn of iets voor jou dat van grote betekenis is. En de dwaas is het kind in je. En staat dus voor verwondering, ontvankelijkheid, naïviteit en een levenslustige zorgeloosheid. De dwaas wijst op vernieuwende ervaringen, die meestal chaotische trekjes hebben, maar die zelfs als je valt geen echt gevaar inhouden. De kracht van de dwaas ligt in het vertrouwen op je instincten, wat je voor de grootste gevaren beschermt gedreven door nieuwsgierigheid kan je weg dan leiden naar hogere doelen die nog niet gezien worden. In relaties staat de dwaas vooral bekend voor zijn levenslustige, vrolijke kant. Ook hier kan hij op onverantwoordelijk gedrag wijzen, maar meestal is het toch een verwijzing naar een vreugdevol, ongecompliceerd en zorgeloos samen zijn en speelse avonturen. Dus als je deze kaart in verband brengt met de vraag hoe kan ik mijn relatie verbeteren, dan lijkt het erop dat de kern van de zaak is dat jij je situatie met betrekking tot je relatie, of dat nu een liefdesrelatie of een vriendschap is, aanpakt met levenslust, beelsheid en vertrouwen. Je rekent op een mooi samen zijn en leuke avonturen. En als we dan kijken naar het kaartje wat de situatie blokkeert, daar ligt het kaartje ook uit de grote arcane gerechtigheid. En in relaties staat gerechtigheid voor het spiegelen van beide partijen. Het hoeft niet meteen om gelatenheid te gaan, het kan hier ook gaan om vastgelopen stellingen. Beide partners kunnen gelijkwaardige kracht in harmonieuze zin hebben. Of beide schrikken elkaar evenveel af. Het hoofdthema van deze kaart is: zo je doet, zo je ontmoet. Of: wat je geeft, krijg je terug. Bij gerechtigheid gaat het dus om fairheid en evenwichtigheid, de harmonieuze wisselwerking in de relatie. En daar het kaartje gerechtigheid op het vakje ligt wat je situatie blokkeert, kan het dus zijn dat jij harmonie en evenwicht nastreeft in je relatie, maar dat je man of vrouw, je vriend of vriendin dit niet of in mindere mate doet. Misschien krijg jij niet wat je geeft en is er geen of geen goede wisselwerking in je relatie. Misschien verwacht je meer gerechtigheid in deze relatie, een beter evenwicht. Daar het hier om een algemene legging voor deze week gaat, kan het met je resoneren of ook niet. Daarvoor kan ik een persoonlijke legging doen op maat van jouw situatie. Op het vakje Niet doen, dus wat je beter niet zou doen volgens de kaarten, ligt het kaartje uit de grote arcana ook, de duivel. En in relaties geeft de duivel aan dat je met vuur speelt en je jezelf laat verlokken. De veelbelovende verleidingen prikkelen je en zijn hartstochtelijk en sensitief, maar al snel word je wakker geschud zodat je ziet dat de verleiding van korte duur is. De duivel kent het gezegde, berouw komt na de zonde, maar al te goed. En daar het kaartje de duivel hier op het vakje niet doen ligt, was je misschien aan het overwegen om de relatie te beëindigen, omdat je er helemaal geen voldoening uit haalt, of omdat je meer geeft dan je terugkrijgt, of omdat het gras aan de andere kant groener lijkt. Iedereen heeft recht op liefde ten slotte. Wat je dan kan doen, is in de eerste plaats die liefde aan jezelf geven, het geluk in jezelf zoeken. Want dan zal je pas gelukkig kunnen zijn met iemand anders. Het hangt er natuurlijk vanaf over welke soort relatie het hier gaat: een vriendschappelijke of een intieme relatie. Het leven is echter altijd in beweging, dus het leven is verandering en verandering is het leven. Waarmee ik niet wil zeggen dat jullie wegen best scheiden. Tenzij het echt heel erg is en je te veel van jezelf geeft en echt niets in retour krijgt, dan zou ik zeggen doen. Zet die stap naar terug eventjes alleen. Misschien heb je je laten verleiden en zag je alles veel rooskleuriger en hoopte je op een mooie relatie, maar is de realiteit heel wat minder leuk. Dan zullen we even verder kijken naar wat je wel zou kunnen doen. Op het vakje weldoen ligt namelijk het kaartje Koning van zwaarden. In relaties staat Koning van zwaarden voor helderheid, afstandelijkheid en daardoor ook objectiviteit. Op dit gebied heeft de kaart de kracht om, met behulp van het analytisch vermogen, zieke gedragspatronen te herkennen en te genezen. Situaties waarin je afhankelijk bent of vastzit in verstrikkingen en die je zelf geen goed doen, worden uit elkaar gehaald en opgelost. Koning van Zwaarden kan door zijn helderheid en inzicht keuzes maken die misschien pijnlijk, maar ook noodzakelijk zijn. Dus in deze legging staat de kaart Koning van Zwaarden voor wat je zou kunnen doen in jouw situatie om een betere relatie te krijgen. Door het allemaal eens van op afstand te bekijken, objectief en helder, ga je de situatie beter kunnen analyseren en oplossen wat er niet goed zit. Op de ene of de andere manier. Door een goed gesprek misschien en je pijnpunten over je relatie op tafel te leggen, of door deze ongezonde relatie te beëindigen. De koning van zwaarden geeft je de kracht om te analyseren. Om negatieve patronen te herkennen en te genezen, en om de juiste keuze te maken, ook al kan deze misschien pijnlijk zijn. Na regen komt er altijd zonneschijn, en regen in combinatie met zonneschijn produceren de mooiste regenbogen. Dus in het kort samengevat is de kern. Of de situatie van de zaak en de vraag: hoe kan ik mijn relatie verbeteren? Dat jij als de dwaas, onbekommerd, vol levensvreugde, vertrouwend op je instincten, een mooie relatie nastreeft, maar dat gerechtigheid je doet inzien dat het misschien niet zo is, dat er geen evenwicht of harmonie in deze vriendschap of liefdesrelatie. En wat je dan beter niet doet, volgens de kaartjes, is je laten verleiden door mooie praatjes. Misschien heb jij wel een partner die altijd mooie beloftes maakt, maar waar niets van in huis komt. Misschien streef jij naar evenwicht en harmonie in je relatie, maar is die er in realiteit niet? Wat je dan wel zou kunnen doen, volgens mijn kaartjes, is het bekijken, zoals de koning van zwaarden. Op een nuchtere, analytische, heldere manier. Je kan dit doen door je ogen even dicht te doen en je voor te stellen dat je met een helikopter wegvliegt, altijd hoger en hoger de lucht in. Je ziet alles kleiner en kleiner worden en je hebt een veel groter overzicht nu. Een overzicht op jouw leven, op jouw relatie. En hoe ziet die relatie er nu uit van zover? Kan je alles nu een beetje objectiever zien? Wordt het wat meer overzichtelijk? Krijg je meer duidelijkheid? Zijn er dingen die je zou kunnen aanpakken? Je kaarten op tafel leggen misschien en zeggen waar je mee zit, wat je voelt diep van binnen. En ook al is dit misschien pijnlijk, toch kan dit soms nodig zijn om de lucht te klaren tussen twee mensen. Of als het zo diep zit dat er geen goede oplossing komt voor jouw gevoel en jouw emoties, dan kan het nodig zijn om afstand te nemen. En vooral jezelf eerst terug heel graag te zien. Ik wens je daarmee alvast heel veel geluk. En als je er alleen niet uitkomt, van harte welkom om mij te contacteren voor een online coachingsessie of een traject van vier of acht sessies. En dan neem ik je bij de hand en leer ik je jezelf terug graag te zien. en gelukkig te zijn met wat je al hebt in je leven. en dankbaar ook, hè? zodat jij bewust gaat kunnen manifesteren. wat jij graag wil in je leven. Voilà, dat was mijn voorbeeldlegging wel doen of niet doen. voor deze week. En als jij graag een privé-persoonlijke tarotkaartlegging. op maat wil van jouw vraag, situatie of probleem. Dan kan je dit altijd boeken via mijn website www.preciousangelssolutions.com onder het tabblad Sessies en Consulten. En dan neem ik voor jou een privé YouTube-video op en bezorg ik je deze persoonlijke link per e-mail, zodat jij jouw video in alle rust kan bekijken. Voor deze tarotlegging wel doen of niet doen betaal je momenteel slechts 25 euro. En in de aanloop naar de Black Week voor Black Friday, als jij je e-mailadres opgeeft, dan stuur ik je een e-mail met mijn speciale webshop aanbiedingen. Een tipje van de sluier is alvast. Je krijgt op Black Monday dan een leuke korting, op Black Tuesday weer iets anders en zo verder tot Black Friday en zelfs langer. En voor coaching kan je mij vinden in een sectie boeken ook via mijn website www.preciousangelsolutions.com onder het tabblad coaching. En dan wil ik je enkel nog vragen of je deze video alsjeblieft een like wil geven. En vergeet ook niet op de abonneren-knop te klikken. Hartelijk bedankt alvast. Je helpt me ermee om mijn YouTube-kanaal te doen groeien. Dan wens ik je alvast een hele fijne week tegemoet met de oplossingen die voor jou het beste lijken. Tot de volgende reading op mijn YouTube-kanaal. Dag!